Goedemiddag, heren. Vader Ayachi, Arbi, ik heb goed nieuws. Uw beursaanvraag is aanvaard. U kan hier volgend academiejaar aan onze universiteit beginnen als Bachelor of Science in de Fysica. Meneer Ayachi, u moet wel een trotse vader zijn. Wat zegt hij? Papa, ik mag Fysica studeren. Wat is dat? Fysica. Mijn vader vraagt zich af wat dat allemaal inhoudt, fysica. Wel, het is eigenlijk heel simpel. Fysica of natuurkunde is eigenlijk een tak van de wetenschap dat bestudeert hoe dat mechanisme in elkaar zit. Hè? Zoals kracht, water, geluid, warmte, elektriciteit. Elektriciteit? Wow! Nee! Elektriciteit, maar zo'n grote elektriciteit. Meneer, het gaat om hoe dat elektriciteit werkt en dat onderzoeken. Onderzoek? Zoals dokter? Dat is ook goed, maar dokter, zoals mechaniek. Mijn zoon, groot mechaniek, onderzoek Renault-19. Nee, meneer, het gaat niet om dokter of mechaniek of mechanicien of wagens of elektricien. Het gaat om de wetenschap van de fysica. Mijn zoon, inshallah, grote mechaniek. Ik onderzoek Volvo, altijd probleem carburator. Meneer, het gaat hier om een wetenschappelijke studie. Veel geld. Ja, meneer, het is misschien inderdaad beter dat uw zoon elektricien of mechanicien wordt. Beter, ja. Maar ik weet het. Ik kom hier 1969. Ik kom hier werken met de trafic. Ja, u bent hier komen werken en daarna... Vader, professor, het is mijn keuze. Ik wil fysica studeren en jullie moeten mij gewoon ondersteunen. Dat is alles.